Jason, vandaag de finale. Heb je er zin in? Ja, natuurlijk heb ik er zin in. Echt ongelooflijk. Ja, blij dat ik weer terug ben. En je hebt een drukke week achter de rug, heb ik begrepen? Ja, klopt. Ja, we zijn lekker op pad geweest met z'n allen. En we hebben wat optredens gedaan hier en daar door het land. Daar zien jullie zometeen ook een heleboel dingen van terug nog. En ja, een promotietour geweest. En noem allemaal maar op. Shownieuws ben ik geweest. 3FM zijn we geweest. Bij Giel Beelen. Noem maar op. Van alles. En dat is allemaal goed verlopen? Ja, super. Ja, ja, heel grappige dingen meegemaakt. Giel Beelen bijvoorbeeld moesten we allemaal op een fiets zitten. Hè? Oh, vreselijk was dat. Ja, echt. Je liedje zingen terwijl je op een racefiets zit te fietsen. Hè? Dat is een goede training, moet ik zeggen. Ja, allemaal vermoeiende dingen. Maar heb je dan nog wel genoeg energie voor vanavond? Ja, natuurlijk wel. Ik bedoel, zingen is gewoon mijn passie. En ik ben helemaal opgeladen ook gewoon. Ik voel me ook gewoon minder zenuwachtig dan dat ik me eigenlijk voelde de voorgaande keren. Maar misschien komt dat zo meteen nog, je weet maar nooit. Ja, het is wel de finale, hè? Ja, het is wel de grote finale. Maar weet je, we zijn met z'n vieren over van zoveel mensen. Nou, allemaal wat mij betreft winnaars. Dus ik vind het al goed. Dus de sfeer onderling is ook gewoon nog steeds heel gemoedelijk? Ja, zeker. Ja, ja, aan het begin was het heel klein, misschien nog een beetje strijd, hè? Zo van, oh, ik wil winnen. Maar eigenlijk is iedereen er wel achter gekomen dat het, ja, dat is gewoon goed zo, weet je wel. En ik vind het ook goed zo. Word ik tweede, word ik derde, jongens. Ik heb alles gezien, ik heb alles meegemogen doen, tot aan de finale. Helemaal top. We gaan voor de nummer 1, toch? Ja, tuurlijk wel. Nu ik er zit, heb ik al gezegd, wil ik winnen. Tuurlijk.